Oh, vet! Zo zijn we. Maar dat is echt een bespreking. Hè? Ja, ja. Hallo FC Groningen fans. Vandaag gaan wij op bezoek bij onze trouwe FC Groningen fans om ze een cadeautje te brengen voor het nieuwe seizoen. En wij nemen jullie mee. Riem wel om, ja ja ja. Veiligheid voor. Hè? Gaan we het proberen? Ja, we bellen gewoon aan. Is iemand is piano aan het spelen. Hoi. Hey. Goedenavond. Hey. Oh, wat is dit dan weer? Oh, wat vet. Hey, goedenavond. Hey, Marco. Wat vet. Zou ik even mijn vader hebben? Ja. Hij is een voetballer. Ik zie het al. F1 kampioen. Ja, heren, goedenavond. Welkom. Goeiedag. Dank u wel. Kijk eens aan, wat een aangename verrassing. Hey, Joel Mondjer. Radio. Ja, kijk eens aan, ja, dat hoef je niet te zeggen, die nee? Ken ik wel. Gelukkig. Jori zeg. We hebben presentjes voor jullie. Nou, kijk eens aan, super. Dus ja, we zijn op bezoek bij alle supporters om ze te bedanken dat ze gewoon nog trouwe supporters zijn, ondanks het zware jaar. En u bent volgens mij al een tijdje supporter. Ja, dus, vanaf mijn studietijd al, 32 jaar, 33 jaar. En mijn zoon ook meegenomen natuurlijk. Ja, dus jou en jullie kunnen voetballen, maar jij zijn nog niet geselecteerd. Dory. Ik geef deze aan jou. Dank je wel. Heel vet. Hartstikke mooi. Heel mooi. En we hopen dat jullie ons volgend jaar natuurlijk ook komen steunen. Ja, we hebben ze weer verlengd. Kijk, dat is mooi. Ja, dat is hartstikke mooi. Ik was even bij de boerderij aan het werk en mijn zoon kwam er een keer aan komen. En ik denk, dus brand. Maar nee, dit was een aangename verrassing. Sinds mijn studietijd, toen ik in Groningen ben gaan studeren, toen heb ik een seizoenkaart gekocht. En het was natuurlijk ook nog in het Oosterpark. En vanaf die tijd ben ik in het Oosterpark, dus ik ben nu 58. Toen was ik 18, 19, dus een kleine 40 jaar. Van naar Florence en naar Liberec, dat waren toch wel de krenten en de pap. Dat waren de hoogtepunten. Nou, oké, mijn zoon en mijn andere zoon die is ook supporter, die gaat ook heel vaak mee, Bas. Dus dan had ik altijd twee seizoenkaarten, mochten ze om zijn beurt mee. En ik heb hier wel foto's hangen ook nog dat ze op de tribune zaten. Nou, toen waren ze ook 4, 5, 6 jaar. Nou, 4 is overdreven, maar wel 6 jaar. En dat was ook nog in de Oosterparkstadion. Ja, trouw aan de club, hè. Zo van, er is maar één club natuurlijk. Zo zijn we. Oh. Goedenavond. Schoen uit. We kwamen jullie bedanken voor de trouwe support. Natuurlijk niet zo'n makkelijk jaar geweest vorig jaar. Dus ik heb een klein cadeautje. Kijk, ik heb de nieuwe. Dan hopen wij dat wij jullie volgend seizoen in het stadion zien. Ja, en weer aanmoedigen. Twee lekker shirtjes. Ja, de eerste keer dat ik met mijn vader meeging was ik 8, 9 jaar. Dus dat is meer dan 60 jaar geleden. Dus ik kan wel zeggen echt supporter. De thuiswedstrijden tegen Inter en Atletico en de gekte daaromheen. Hè. Je was er al uren van tevoren. Kwam iemand naar mij toe van destijds guldens, bood 500 gulden voor mijn kaartje. Nou, dat was heel veel geld, maar ja, niet gedaan natuurlijk. Ik wou die wedstrijd zien. Die wedstrijd weet ik al niet eens meer. Nee? Nee. Ja, je leeft ermee, ook al zeg je, kom nooit weer. Je weet gewoon, een week erop ben je er weer. Ach, ik zit alle sites te bekijken. Het is een stuk van je leven. Het is het belangrijkste wat niet echt belangrijk is. Hè. Je hebt familie, gezondheid. Nou, en dan komt Groningen best hoog te staan bij mij. Deze toch? Zit links al weg. Ah. Hoi, goedenavond. Is je vader er thuis of moeder? Nee, ze zijn niet thuis. Oh. Niemand. Ze waren niet thuis, maar de dochter zei dat ze bij de tennisvereniging in een vergadering zitten. Dus we gaan ze proberen te verrassen. Ik hoop dat het niet een te belangrijke vergadering is, want anders... Ga mooi! Ja, gaan we wel wegsturen. Nee. Vast binnen zitten. Oh jee. Er zijn kapot vele mensen, hè. Het is echt een bespreking. Maar dat is echt een bespreking, hè. Goedenavond. Goedenavond. We zijn op zoek naar Jasper de Munk. Kijk, we lopen. Sorry dat we jullie storen. Kijk eens, goedenavond. Hoi. Ja, mooi. Ja, nou, we zijn
op reis om de supporters te bedanken die, ja, die ons steunden in het seizoen en ook afgelopen seizoenen. En nou, daar was jij één van. Klopt. Dus ja, daarvoor zijn we hier. We waren net thuis, maar uw dochter zei dat u hier kon vinden. Ja, klopt. Ja, dus we dachten, nou, we gaan je verrassen hier, nou, op de tennisbaan. Fantastisch. Dus nou, we hebben ook een klein presentje. Ik weet niet welk je wil. Nee. Zeg maar. Helemaal leuk. Ja, leuk. En we hopen natuurlijk. Ik ben al een jaar een fan van FC. Nou, ik denk al wel sinds mijn geboorte, zou ik bijna zeggen, maar ik denk zo'n ruim 40 jaar al vanuit het Oosterpark al. Mijn vader had een seizoenkaart, dus wij gingen gewoon als kinderen gingen we op de duur mee. Mijn vader zat boven in het Oosterpark en achter het doel. En wij stonden vooraan bij de hekken voor, volgens mij was dat 25 gulden, wat dat toen kostte. Nou ja, ik praat altijd in de wijvorm als het over de FC gaat. En met vrienden van ons, eigenlijk al jaren naar de FC, vooral vroeg in het Oosterpark. En of het nou min 10 was of plus 30, we waren er eigenlijk altijd. Voor mij zit het in mijn hart en gaat het nooit weer weg. Dus ja, ik ben ook gewoon wel trots op de club. En ik sta voor de klas en ik heb een mooie FC Groningen vlag in mijn klas hangen. Dus dat is het eerste wat ik ophang in mijn nieuwe klas. Dus mijn kinderen weten dat ook. Het is voor de FC. Ook ondanks de degradatie volgend jaar gewoon weer. En dan moeten we eigenlijk gelijk weer omhoog. Yes, zijn we weer. Ja, ik vind het mooi als je ziet hoe blij die mensen zijn als wij verrassend langskomen. Dan geeft dat jou altijd een goede gevoel. Daar doe je het voor, de supporters. Die dragen de club. Dus het is mooi dat we dan zoiets terug kunnen doen om een klein cadeautje te geven en even een bezoekje te brengen aan ze.